Hey, leuk dat je kijkt naar alweer een derde vlog uit de reeks van 5 vlogs. En deze vlog neem ik je mee naar de manifestatie. We zijn vandaag in Pirang. Pirang is een plaatsje in Zuid-Kombo. En het district Kombo viert vandaag Independence Day, onafhankelijkheidsdag van Gambia. Wat natuurlijk de eigenlijke viering, de feestdag zelf, op 8 februari is. Maar nu voor de scholen in Kombo district wordt het vandaag gevierd. En het vieren is door middel van een sport- en spelevenement waar alle scholen vanuit de beide omgeving, uit het district Kombo, aan mee deelnemen. Zo, bijna alle scholen zijn vertegenwoordigd. Gigantisch druk hier. En ik zal je even laten zien, kijk. Hier lopen door de straat met allemaal bussen, tenten. Uit die kleine busjes hier naast mij stappen ze ongeveer zo'n 30 tot 40 mensen. Wil je niet weten hoe druk het is. En zojuist is onze school gearriveerd, onze schoolhoofd, die is in de organisatie. Good morning! Good morning! Good morning. How are you? I'm sitting more inside. Good. Did you go inside there? I went inside there. Yeah. I managed to get hier op het terrein om je nog een beter beeld te geven van wat er zoal gaande is. Dat is trouwens ND, onze juffrouw. Het ging niet alleen om onafhankelijkheid, maar ook speciaal om de kinderen, want de kinderen hebben hier de toekomst. Alle hoop is gevestigd op de kinderen die momenteel naar school kunnen gaan. En hier wordt dan ook luidruchtig gezegd van, the children are the future and they will give us a new Gambia. Wij hopen daar een stukje aan bij te kunnen dragen met de stichting. Ingestuurd en zo werden de teams gevormd en had je dus een Kombo Noord, een Kombo West, een Kombo East en een Kombo South. En ja, je raadt het natuurlijk al, Yusva is volgend jaar een van de hoofdorganisatoren, want Kombo West heeft gewonnen en dat is ons district, waaronder onze Abdoulaye zelfs als eerste finishte. Dus dat is hartstikke leuk. En daar zijn we natuurlijk best wel een beetje trots op dat we dat in het eerste jaar dat we dus met de stichting erbij zijn, dat we dat ook nog eens mee mogen maken. Het was een hele bijzondere dag, heel leuk. En we zijn ontzettend dankbaar dat we hier deelgenoot van zijn. Dankjewel voor het kijken naar vlog 3 uit de reeks van 5. En in de vierde vlog neem ik je natuurlijk eindelijk mee naar de plannen die we gaan maken voor de toekomst. En nog een keer terug naar school. Maar wat gaan we nu de komende periode doen? Dus kijk naar vlog 4 uit de reeks van 5.